een stuk beter te gaan dan in de rest van Nederland. Hoe kan dat toch? Dit geheim... Warm applaus voor buurtparticipatie breestukken. De buurtparticipatie breestuk is een mooi voorbeeld van de participatiemaatschappij. Samen ervoor zorgen dat het groen in de wijk onderhouden blijft om de leefbaarheid en de veiligheid te bevorderen. Hoe is het om daar deel van uit te maken? Het vierde project, de Imkervereniging Wezep-Hattem. Voor de Imkervereniging Wezep-Hattem is vervanging van de motor van de honingslinger voor de winning van honing belangrijk. Deze honingslinger wordt door alle leden gebruikt voor de winning van zomer- en heidehoning. Dames en heren, de Imkervereniging Wezep-Hattem. En met u dan het winnende project, want verhoogt de Rabobank dat met 10%. En jullie zijn als Imkervereniging, we hebben voor de slinger slechts €350 nodig, maar je krijgt er gewoon €35 bij. Prima, dankjewel. De meeste mensen hebben eigenlijk op jullie gestemd. Hoe werkt dat nou precies, honing maken? Even een korte cursus in 2 zinnen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Honing maken, dat moet erbij in. Ja, dat is 1 zin. Ja, maar dan, want schijn je het ergens aan te moeten slingeren. Dat gaat dus in een raad. De bijen die gaan dus de honing verzamelen in een raad. En dan wordt het ontzegeld. En na het ontzegelen gaat het de slinger in. En dan komt er honing uit. U heeft een prijs gewonnen vanavond. Bent u er blij mee? Ja, met een prijsje zijn we altijd blij. De heer Delger heeft zich daar enorm voor ingezet. En hij zegt, we moeten vroeg gaan. Ik zeg, om geld op te halen is het nooit te vroeg. Wat gaat u met het geld doen? Nou, dat moesten we ook opgeven. We hebben een honingslinger, die is al 30 jaar oud. En die elektrische motor was af. En die nieuwe motor kost €350. Nou, we hebben een bedrag gekregen, zoals u ziet, van €385. Dus we kunnen nog een deftige motor kopen zelf. De stichting Tijd Buit, de Hattemse schilderschappen Nederland verrijkt. In het heden doet dat de eveneens Hattemse schilder Tijd Buit op zijn unieke wijze al bijna 80 jaar. Dat moet gedocumenteerd en gecommuniceerd worden. Dames en heren, de stichting Tijd Buit. In cultuur en natuur Thomas de Kempers. Hoeveel bedraagt die prijs? €3000 hebben we gekregen. Wat bent u van plan ermee te gaan doen en wat betekent dit voor Hattem? Het wordt gebruikt om een in Hattem geboren en kunstenaar op het bekend te maken. Het is Tijd Buit, zoals de naam al zegt. En wat wij willen doen, dat is een aantal tentoonstellingen organiseren. En een heel mooi werk maken, een boek maken over zijn 80-jarige schildersloopbaan. De laatste in de categorie cultuur en natuur, die Hattemer muzikanten. Zij treden meermaals op per jaar tijdens evenementen in Hattem. Die Hattemer muzikanten in hun muziek ten gehore, geïnspireerd op de Egelander muziek om het ensemble compleet te maken, ontvangen ze een bijdrage voor, jawel, nieuwe lederhozen. Ja, ik had toch op zijn minst verwacht dat iedereen aan zou trekken ook. Heb ik nog niet. Ze zijn er nog niet, maar ze komen. Ja, dat is natuurlijk. Dat komt toevallig voort uit beide muziekverenigingen die in Hattem aanwezig zijn. En, ja, dat is goed. Puur toeval. En ze zijn vrienden. En dan met veel bier en spaas? Nee, dat bier moeten we toch een klein beetje in de toon horen. Na afloop zeg maar, als het klaar is. Ja, dan mag het wel, ja. De bedoeling is om echte lederhozen aan te schaffen. En wanneer zijn jullie weer te zien in Hattem? De bedoeling is dat wij op vrijdagavond, 8 juni, een keer wat gaan doen op de markt in Hattem. Ontzettend goed dat u dat doet voor hier voor Zwolle, IJssel, Delta, om het maar zo te zeggen. Maar dat betekent nogal wat in een jaar wat jullie aan geldprijzen ter beschikking stellen. Ja, dat klopt. Maar ja, het is hoe je naar kijkt. Een deel van onze winst, zoals wij dat noemen, doneren we aan een fonds. En vanuit dat fonds doen we deze projecten. Ja, en wij zeggen altijd van het is een fonds van leden en voorleden. Kijk, op onze site staat heel veel informatie. Je kunt het project indienen. Het is wel zo dat we het belangrijk vinden dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio, maar dat er ook vrijwilligers bij betrokken zijn. Ja.